Dit is Flevoland Helpt. In de wasstraat van Autoradam op bedrijventerrein Veluwse Kant in Almere worden vandaag, zoals altijd, natuurlijk auto's gewassen. Maar op deze actiedag voor Giro 555 komt het bedrijf in actie, hoor. Voor ieder bezoek aan de wasstraat wordt geld gedoneerd. Verslaggever Patrick van Heesik die is daar ook. Patrick, wasstraat, staan er al veel auto's te wachten om te gewassen te worden? Nou, ik kan je vertellen, het gaat hier achter elkaar door. Ik weet niet of de mensen het ook weten dat die actie hier is. Maar het is in ieder geval heel erg druk hier bij Autoradam. En het gaat letterlijk aan de lopende band door. En naast mij staat een meneer die heeft net zijn auto laten wassen. Meneer, wist u dat hier voor elke wasbeurt 1 euro wordt gedoneerd door Autoradam? Nee, daar was ik niet van op de hoogte, nee. Maar ik sta er volkomen achter, ja. Mooie actie, hè? Hele mooie actie, ja. Nou wordt er vandaag heel veel georganiseerd voor de aardbeving slachtoffers in Turkije en Syrië. Heeft u ook nog wat gehoord in de buurt wat er gebeurt? Nee, eigenlijk niet. Mij is het nieuws nog niet doorgekomen, nee. Nee. Wel mooi dat dat gebeurt, zo'n grote landelijke actie. Ja, ik weet wel dat jullie daar 24 uur mee bezig zijn. Dat heb ik wel gekregen, dus wat dat betreft vind ik het wel leuk dat jullie hier staan. En dit is, alle acties die gedaan worden voor zo'n verschrikkelijke ramp vind ik uitstekend. Ja. Je merkt ook dat heel veel mensen ermee bezig zijn. Hè? Dat heel veel mensen iets willen doen, iets willen doneren of iets willen brengen. Heeft u dat een beetje bij u in de buurt ook gemerkt, dat mensen heel veel aan het inzamelen zijn? Nee, bij mij in de buurt niet. Ja. Het is vrij stil geweest. Ja. Maar er wordt wel geld overgemaakt, dat wel. Dat heb ik wel gehoord van mensen. Ja, dat heb ik zelf ook gedaan. Ja. Je merkt dat mensen betrokken zijn, hè? Ja. Ze vinden het allemaal heel erg. En dat is, ondanks dat het natuurlijk ook in Syrië gebeurt. En of we nou geld naar Syrië krijgen, weet ik niet. Maar ja, ik hoop dat die mensen daar ook geholpen worden. Dank u wel. Uw auto staat inmiddels te shinen hier achter ons. Ja. Die is klaar. Ja. Bedankt. Wij gaan nog even verder. En wat ik kan zeggen, elke euro, elke wasbeurt die hier gedaan wordt vandaag, daar gaat een euro van naar het goede doel. Zo dadelijk spreken we met directeur Ruud van der Jacht. Die komt hier naartoe en die legt dan ook uit waarom hij het zo belangrijk vindt om mee te doen met zijn bedrijf. Dit is Flevoland Helpt. Ja, we zeiden het net al even. In Almere worden vandaag auto's gewassen voor het goede doel. Ja, dat gebeurt bij de wasseretten van Autoradam. Van iedere wasbeurt doneert het bedrijf 1 euro voor Giro 555. Verslaggever Patrick van Heesik, die is daar bij die wasstraat aanwezig. Patrick, met wie sta je daar? Ja, ik sta hier met de bedenker van die actie, directeur Ruud van der Jacht van Autoradam. Ja, wat een geweldige actie. Ja, zeker. Ik vind het fijn dat jij het ook geweldig vindt. Het gaat goed, hè, want het is heel druk. Dat heeft te maken met het weer. Dus hoeveel wasbeurten zouden er vandaag misschien gedaan kunnen worden? Ja, ik denk dat vandaag wel een hele mooie dag is. Met mooi weer, rustig weer. Zie je dat er ontzettend veel gewassen wordt. En dat zal variëren van 600 tot soms 1000 auto's op een dag. Daar kan ik nu nog niet over zien, maar we gaan de goede kant op. Jullie doneren 1 euro per wasbeurt. Is dat alleen vandaag? Nee, dat is niet vandaag. We hebben gezegd dat gaan we 2 weken lang doen. Omdat, iedereen betaalt naar zijn gelang, hè, wat hij kan, naar zijn portemonnee. Ja, we vinden als bedrijven, we zijn heel kenmerkend in Amsterdam en in Almere. 100 euro betalen, dat schiet ook niet op. Dat is een leuk gebaar, maar dat schiet niet op. Dus wij wilden gewoon wel substantieel bijdragen. Ja, want dat gaat dan toch in de duizenden euro's lopen. Dat is een prachtig bedrag. Ja, dat gaat behoorlijk liggen in duizenden euro's. Zeker misschien wel 10.000 euro praten we straks over. Het leuke is, wij weten dat ook nog niet. Nee. Dat hangt af wat er na 2 weken het wordt. Als er 2 weken dit weer blijft, wat het nu is, prachtig, droog, mooi weer. Ja, dat wordt een heel succes, denk ik. Jullie zijn een begrip in Almere en omstreken. Hè? Als je Almere binnenkomt rijden, kom je langs dit bedrijf. Waarom vond je het zo belangrijk om dan ook mee te doen met zo'n actie als vandaag? Ja, kijk, daarom noem ik het een succes. Want het is natuurlijk helemaal geen succes. Het is natuurlijk heel triest wat er gebeurd is. Maar waarom doen wij mee? Ten eerste, wij zijn al maatschappelijk betrokken. Wij doen zo'n ongeveer 20 verenigingen, sportverenigingen sponsoren in Almere en Amsterdam. Dat doen we niet voor niks, omdat we gewoon wel een sociaal hart ook hebben. Maar we hebben met name in Amsterdam een hele grote groep Turkse en Syrische klanten. Die daar heel veel taxichauffeurs die bij ons wassen. We horen al gelijk de eerste dag problemen met familie. Zoeken van, waar is die? Waar is mijn oma, waar is mijn tante? Ellende verhalen. Toen dacht ik, ja, we moeten wat terugdoen voor die klanten die elke dag weer bij ons komen. Ja, wat kunnen wij nou doen? Je kan een cheque uitschrijven. En toen bedacht ik, nou, dit is eigenlijk wel een hele mooie actie. Omdat het kan wel eens heel succesvol zijn.
En het geeft ook meer cachet naar buiten toe. En meer exposure. En we hoopten eigenlijk dat meer ons zouden volgen. En dat is al wat gaande is. Daar zijn we super blij mee. Deze actie loopt dus nog tot en met... Hij loopt 2 weken vanaf vorige week vrijdag. Dus hij loopt nog tot volgende week vrijdag, als ik het heel goed zeg. Dus tot volgende week vrijdag loopt deze actie nog. Je kan dus je auto komen wassen hier bij Autoradam in Almere, maar ook in Amsterdam. Hè. En dan wordt er 1 euro per wasbeurt wordt er dus gedoneerd hier. Nou, prachtige actie lijkt me.